Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Minecraft Custom Adventure Map. Weet jullie nog dat ik een paar maanden geleden de Terrace heb gespeeld? De laatste! Nee! Ik weet niet wat ik moet doen! Nee! Nou, ik zal jullie wat vertellen. Dit is de Terrace 2 Worlds. Er is een vervolg op mijn allerfavorietste map. Die eigenlijk in de laatste paar jaar is gemaakt. Dan mijn favorietste map ooit. Dat is namelijk Finding Adventure. Dat zijn meer dan 500 Find the Button levels. Dat is mijn favoriete map ooit. Misschien komen we daar ook wel eens een keer bij aan. Maar nu gaan wij beginnen met deze map. Maar voordat we echt gaan beginnen ga ik even kijken bij Information. En dit wordt echt een fucking grote serie. Want volgens mij hebben we... Nou, de map zegt dat het 2 tot 5 uur kan gaan duren. En ja, ik ben benieuwd. Okay. Information. For the players who have played the first map, remember that this is completely different. Oh. Everything from gameplay, interaction with blocks and symbols will be different. Some symbols may look the same, however act differently. Oh, dit wordt interessant. To avoid clutter, the map progress indicator is off. However, you can turn it on by click here. Turn on. Ben wel benieuwd. And turn it off by clicking here. Okay, ik wil het wel aanhouden. From testing this map is quite hard. Not understanding rules in the beginning is normal and cheating or needing hints is often required. If you require a hint block recommended, click here. Hint will go from nudging you in the right direction to... get hint block? Ja, oké. Of hint boek, Jezus Christus. Dus ja, hint boek. Right click on the specific rules in the table of contents. The to directly skip to that section. Table of context. Oké, ik zie dat wel. We gaan gewoon beginnen met deze prachtige map. Wauw, en deel 2, ik had het nooit zo snel verwacht. Oh, oké. Ah, you've woken up. Yeah. You have risen from dust and you walk in my garden. Here now and know that I am your maker. And I am called Leonard. Leonard? Across these lands, I have created trails for you to overcome. Each puzzle you solve brings you closer to me. Right click on signs to read their message. Oké, we hebben hier puzzle block, puzzle breaker en reset puzzle. Oh, dat hebben we hier nog niet gehad. Nou, ook een beetje parcours ziet ik, dus dat is ook leuk. Hoppakee. We zijn bij onze allereerste puzzel aangekomen. Ik denk dat we hier iets mee te maken hebben met dit. Ik kan niet slaan gek genoeg in deze map. Dat vind ik super raar. Want als ik recht en muisknop klik. Je ziet me niet slaan. Dat is een beetje raar. Maar we moeten denk ik dit creëren. Wat we hier moeten plaatsen. Oh, damn. Ja, dat is top. Oké. En hier. Oh, het hoeft niet per se weer een lijn te zijn. Ik denk dat dat wat we daar hebben. Dus dan telt. Ah, shit, ik heb het niet. Ja, nu wel. Oké, interessant. Zijn er wat secret dingen of zo? Nee. Oké, het derde leveltje soort van. We hebben 1% gehad pas. Oké. Is dat hem? Is dat wat ik moet doen? Ah, ik dacht het al. Ik denk dat als er wat zwart is, moeten we zwart laten, oftewel leeg laten. En dan wat niet zwart is, oftewel dat. En dat moeten we zo doen. Yes, oké. Dan gaan we door. Ik kan echt heel veel plekken op. Dat is echt cool, maar zo verwarrend. Oké, we gaan langs het stukje. En dan komen we hier aan. Bij... Oké, een grote platform. En we kunnen straks hierheen. En... Wajo, dit is echt gebaseerd op die ene map waar ik het de vorige keer over had. Wat is dit? Oh jezus, wat is dit allemaal? Oké, we hebben hier een groot canvas. Nou weet ik niet of wat dat is, dat we dat moeten doen. En hier in de hoeken. Ja, dat was van die. Want die hoeken daar van zwart zijn ook wit. Oftewel leeg, of dan moet daar wit. Lijkt mij. Oké. Dan hebben we deze. En dan hebben we hier sign. Oh, je moet op rechterop klikken. Dan heb je... Wauw. There is no courage without fear. Nee, dat klopt. Oké, we hebben nu dit. Jezus, dat zal toch niet dit zijn, hè? Nee, dat kan niet. Misschien dat. Wat is dit allemaal? De deur is nog niet open. Dus we moeten denk ik hier nog even kijken. Wat staat hierop?
Those who explore are often rewarded. Oké, okay, interessant. Oké. Ik zie hier allerlei soort. Oh, wacht, die. Volgens mij hebben we die nodig. Oké, okay, dus we moeten. Oké, okay, ik weet wat ik denk ik moet doen. Je ziet hem hier ook, denk ik. Maar je ziet er allerlei soorten patronen. Dat maakt het wel heel erg lastig. Oké, okay, zo. Die twee daar in de hoek. Dan volgens mij. Oké, okay, zo. 1, 2, 3, 4. En dan weer eentje zo. Ja, wauw. En de deur ging open, dat hoorde ik. Oké, okay, top. Ik denk dat we nu die moeten doen daar. Oké, okay, dus in de hoek allebei. Kunnen we daar wel bij eigenlijk? Maar oh, daar kunnen we net bij. Oké, okay. Dan moest er eentje omlaag. En dan maken we een 3 voor hem, ja. En dan als het goed is missen we er nog een paar. Degene die gewoon leeg zijn sowieso moeten we ook fit dan. I guess. Dus dan moeten we die nog doen daar. En dan moeten we die nog doen daar. Is het niet dat? Moeten we dat niet volgen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en dan eentje omlaag. Oké, okay, we gaan dat proberen. 1, 2, 3 met eentje omlaag. Ik ben trouwens nu al zo bang naar de eindbaas van deze game. Oké, okay, en dan eentje zo, eentje zo. Eentje daar. Eentje zo en hier in het midden en dan 3 op een rij hieronder. Ja, wauw. Wat was dat dan? Hé, hey, wacht eens even. Dat was toch net wat ik had. Soort. Hè? Oké, okay, het is een beetje een mix tussen die twee. Het zal wel. Oké, okay, we hebben dit nu gehaald. Kunnen we nu ergens hier naartoe? Is er een pad geopend? Kunnen we hier nu naartoe? Oh ja, we kunnen hier nu naartoe. Kon het heel de tijd al? Ik heb geen idee. Oké. Okay. We moeten nu dingetjes combineren. Ik denk dat ik het wel begrijp. Wat we hier zien zo, dat zie je hier. Want dat zijn die magenta Klees terracotta dingetjes. En dan hebben we hier. En dan hebben we dit. En dan hebben we dit. Moeten we ze alle drie proberen? Alle vier, excuses. Of dit kan ik zeker niet weghalen, hè? Of wel, want wat is dit? Misschien blokken die al moeten staan en die moeten blijven staan. Dus dan, dan hebben we er zeg maar geen enkele die nog kan, behalve die. Ik probeer die wel dan. Dat kan. Oh, wacht eens even. Aha, moeten ze alle vier doen. Vandaar dus die gekke dingen. Oké, okay, wat is dit? Oké, okay, hier moet dus een blok wel op en hier niet. Dit moet dan R zijn, lijkt mij. Dus dan hebben we nu deze. Die daar staat. Nee, want dit moet R zijn. Wacht, nee. Aha. Ik zie het al. Dan moeten we deze doen. Want hier, deze moet leeg zijn. En dat is dan die. Dus dan moeten we het zo doen. Dan moeten we het zo doen. Moeten we het zo doen. Ja, ja, ja. Oké, okay, dan moet hier een blok op en hier een blok op. Is dat dan die? Dat is goed, is die inderdaad. Dan doen we het zo, doen we het zo, doen we het zo. Ja, en dan de laatste. Dat is deze. Dan moeten we even kijken. Dan moeten we 1, 2, 3, zo. En 1, 2, 3, 4, zo. Wauw, oké. Okay. Dit is echt prachtig gemaakt. Holy shit. Wow, yo, gek. Kunnen we ook terug? Prachtig. Is hier iets extra's? Nee, oké. Okay. Wat hebben we hier? We hebben hier Fabled Fields, difficulty 2, features, environmental dice en dots. Oké, okay, dus environmental, wat ik net dus ook net hadden. En dice dots, dat is oftewel wat we toen eerder ook hadden met die 1 en die 2 van de vorige game. En dan hebben we, denk ik deze, die is namelijk iets moeilijker. Weathered Warehouse, features, pluses, dotted squares. Oké, okay, ik weet niet wat dat dan is. En dan hebben we The Citadel, difficulty bijna het moeilijkste. En we hebben features, environmental, dice dots, pluses, dotted squares. Oké, okay, wauw. We beginnen dan gewoon bij het makkelijkste en gaan zo door. Wat een map. Wat is dit nu al voor een map? Oké, okay, een hele wereld. We kunnen makkelijk terug ook. Oké, okay, wat hebben we hier? We hebben hier weer een puzzel. Ik wou net zeggen, die scaffolding is waarschijnlijk voor die. En dan is dit het water voor nu. Dus dan moeten we, denk ik, deze hoek pakken zo. Gaan we gewoon omlaag met een zigzag. Ja, kijk, top, we hebben het gedaan. En hier is het heel simpel, gewoon een hoek. Ja, ja, oké. Okay. Kunnen we trouwens hier wat vinden? Nu ik hier gewoon zo kijk, hè, kunnen we hier gewoon naartoe? Oké, okay, dat kan niet. En dan nu... 2-2, 2-2, en dan eentje hoger voor die. Ja, oké. Okay. Kunnen we hier doorheen? Wat hebben we hier? Oh, hier hebben we een sign. Knowledge is found in the eye of the beholder. Kennis kun je vinden in de vasthouder. In de... Ik ben zo slecht in het letterlijk vertalen van dingen. Oh, kijk eens even. Hier hebben we de particle weer. Dan moet je hier staan en dan kun je iets zien. Ja, dat dacht ik al. Oké.
Dus dan moeten we 2, oké, 4 en dan zo. Dus 1, 2 en dan die 4 op deze manier. Ja, dat, oké, top, wauw. Cool, dan hebben we ergens anders zeker die ook nog wel nodig. Wat hebben we hier? Oh, daar hebben we een particle. Dan moeten we denk ik op dat bankje zitten, lijkt mij. En dan, oh, zie je 3 blokken? 3 en eentje leeg? Oh, wacht. Nee. Oh, wacht, ik snap hem al. Dus dit, ja. En dan kunnen we verder door en dan is de deur al geopend. Oké, top. Wat hebben we dan hier? Oh, er zijn heel veel puzzels. Wat? Holy shit. Oh mijn god. Wat? Oké, ik ga wel iets proberen. Of zien we hier? We zien toch niks hier? Er is hier toch niks? Nou. Oké, eentje hier. Nou, kijk, die. Nee, oké. Hoe moet ik iets weten? Wacht, ik moet misschien beter eerst even kijken. Oh, ik snap het. De trapdoors aan de zijkant. Ja, ja, en dus hier is het 2. Oh, prachtig gedaan. Prachtig gedaan. Oké, dan is het... Even kijken, hier, ja. En hier. Oh, wacht. De achterste trapdoors zeggen het ook nog. Dus dan moeten we hier eentje doen, want... Wacht, missen we hier? Oh, ja, wacht. Daar. Oh, moeten we naar de achterste kijken? Oké, dan gaan we er recht voor staan. Even kijken, hier moet er 1. En dan moeten we even kijken hier. Dan moeten we daar boven. Moet er 2. Dan kijken we hier. Zijn trapdoors gevallen? Ondanks dat deze hier tegenaan staat, doen we die daar. En deze... Ja, die is aangevallen inderdaad. Wat? Moeten we het tegenovergestelde van die anders doen? Ja, let's go! Het is dat ik het best wel makkelijk door heb ik het idee, omdat ik dit ken. Dit principe ken ik van dus die ene game die ik ooit gezien heb op YouTube. Maar wauw, alsnog is het zo fantastisch. En dan de laatste, ik even kijken hier en hier 2. En even kijken wat we hier... Oh, deze is denk ik gevallen. En... Ik weet niet waarom dat zo is. En dan denk ik het tegenovergestelde van dit. Oh nee, wacht. Dit hier moet je er al 2 doen. En wat hebben we hier? Hier. Nee. Oké, die laatste die is lastig. Oké, sowieso 2 hier. Maar dan zijn jullie gevallen. En dan vraag ik me meer af van... Waar? Oh, wacht eens even. Is het niet omdat deze hier ligt en deze nog eentje verder van de muur? Dat dit dus 2 was? Dan zo. Nee, is dat het niet? Wauw, oké, deze is lastig. Dit is echt niet tegenovergesteld. Is het anders zo tegenover... Oh, het is het spiegelbeeld. Oh. De welbekende deur. Oh. En de puntjes. Oké, dit wordt gezellig. Hebben we hier iets speciaals ondertussen? Even kijken. Helemaal niet. Nee, oké. Oké. Ja, we moeten gewoon eentje op de 1 plaatsen. Waarschijnlijk werkt dit op de manier hoe ik dacht dat het in eerste instantie ook zou werken in game 1. We hebben hier een sign weer. Look behind you. Oh, wauw. Ja, oké, nog steeds 1. Oké, dan gaan we deze doen. 1-1. Ja. Oké, deze doen we zo meteen. Jesus Christ. Oké, dat moet R blijven, denk ik. Dus 1-1-1-1. Ja, oké. En dan doen we nu deze. Hierop moet een blok. Hier en hier niet. Of hier wel. En dan... Hier niet. Dus moeten we hier 1 tegenaan doen dan? Moeten we hier dit helemaal... Oh, moet helemaal... Oké, what the fuck? Oh, je moet 1 R-blok eraan maken. Nou snap ik het. Hier moet je 1 full blok tegenaan. En hier moet 1 R-blok tegenaan. Als je die leeg laat, dan zijn dat er 2. Dus dan is het... Anders is het er 1. Oké, dat is goed gedaan. Dat is goed bedacht. Secret? Nee. Secret hier? Nee, jammer. Oké, niet te ver afdwalen. Oké, wat hebben we hier? Oh, de deur is al geopend. Oké. Hier hebben we dan 2. Dit doet het niet, nee. 2 eraan? Dus dan misschien zo. Ja, maar kan ik het niet weghalen en probeer het hier nog proberen. Dus dat is dan wel vervelend. Maar maakt niet heel erg uit. Oké, dan gaan we met de... Zo, dan gaan we met de trap omhoog. Maar... Oké, dus... Dit moet 2 zijn en hier 1. Oké, ja, dat was logisch. Want dan moet er 2 aan en daar 1. 3. Nou, neem ik aan dat dit gewoon moet. Ja, oké. En, what the fuck? Oké. 1, 2, 3... Oh, en 3 R-blokken. Dat mag ook. Ik dacht, anders doe ik 1, 2, 3. Want dan is het ook 1, 2, 3 hier R-blokken. En als ik 1, 2, 3 deed, dan had hij denk ik niet gedaan. Als ik het zo deed. Oh, oké, cool.
Oh, we hebben andere kleuren. Oké, okay, dan moet dit denk ik plaatsen en dat moet leeg blijven. Ik heb geen idee. Wat als we het op hierop doen? Het is of-of. I guess het is of-of. Oftewel, of je plaatst alles op oranje en niks op cyan. Of je plaatst alles op cyan en niet op oranje. Oké, okay, het wordt steeds lastiger. Oké, okay, dus hebben we het nu hierop. Laten we het dan inderdaad nu eens een keer alleen maar oranje proberen. Wat gebeurt er dan? Oh, oké. Okay. En nu alles op cyan, want heel de puzzel verandert. Dat is wel cool. Oh, we moeten hem 4 keer doen. Ik snap hem al. Nu op cyan. Ja, dat kan ook. Oh, oké. Okay. Alles op cyan? En alles op oranje? Of alles behalve oranje? Nee, oké. Okay. Alles op oranje en cyan. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dat wordt lastiger en lastiger. Dat zeker. Dit is hem niet. Dan cyan... Of oranje? Nee, oké. Okay. Oké. Niks op de dots. En alles voor de rest op de dingen. Nee, ook niet. Oh, misschien mogen we geen cyan en oranje aan elkaar. Oh, ik dacht misschien mag... Oh, dan moet dat even omcirkelen. Dat alles er is. Nee! Hè? Dit moet ook er. Wacht. Dit moet ook er zijn. Nee. Wat hebben we geleerd in godsnaam? Wat heb ik hiervoor geleerd? Okay, kan ik een hint maken? Kan ik een hint gebruiken? The same region can contain multiple dot tiles. As long as those dots are all the same color. Different colors of dye dots are never allowed inside the same region. Ik snapte het dus hier. Kijk, want dit is één region van geplaatste blokken. En dit is één region van niet geplaatste blokken. Dus... Wat nou als we alleen maar... Hè? Oh, I get it now. Begrijp ik het nu? Oh my god, ik heb hem. Oh. Jezus. Wauw. Oké, okay, dus alles hoeft niet meer geconnect te zijn. Maar het mag gewoon... Het moet niet dit zijn. Het mag ook dit zijn, zeg maar. Als dat geconnect. Oké. Okay. Hier hebben we 1. Hier hebben we 1. En dit maakt dan allebei 3, denk ik, I guess. En ik begrijp hier al helemaal niks meer van. Jezus, oké. Okay. Laten we oranje kiezen om te doen. Dus 1, 1, 2. 1, 1, 2. Laten we niet oranje kiezen om te doen... Het is heel sus. Het moet iets met dit zijn. Het moet iets met dit zijn. Jij nog weg. En jij mag weg. En jij en jij. En ik begrijp hier helemaal niks van. Ik kom hier later op terug. Oké, okay, deze. Misschien is deze iets makkelijker. 4. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4. Nee. Nee. Dat, nee. Want dit is niet meer 4. Dit is nu... Oké, okay, moet het dus vanuit gaan? Deze moet 4 van R of van een puzzelblok bestaan. Of deze 3. Dan doen we 1, 2, 3, ja. Nee, 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 nee. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Ik wil terug naar die andere. Wat heb ik niet geprobeerd? Wat heb ik nog niet geprobeerd? Oh! Moet ik ze blokkeren? Dus dit is allemaal 1 en 2, ja. En dit is allemaal 1 en 2, ja. Dit is 3 en 1. Dit is 3 en 1. Waarom telt dit niet? Waarom is dit niet goed? Yo. Yo. Als dit al makkelijk moet zijn, hè. En ik kan het er nog steeds niet begrijpen. En die moet ik eigenlijk hier gebruiken. En die moet ik eigenlijk daar gebruiken. Fuck, ik dacht dat ik hem had. Ah! What the fuck? Nee, ik wil niet meer. Ik wil deze niet meer doen. Ik wil die nu doen. Oh. Ik heb hem. Eindelijk, ik heb hem. Dus... Deze heb ik, dus dit is de 4 en dit is 3. Dus dan probeer ik dat hier toch ook exact hetzelfde te doen. What the fuck? What the fuck doe ik dan verkeerd? Waarom kan ik diezelfde logica niet bij deze grotere begrijpen? Ah! Ik ga wel naar deze toe. Oh, jezus. 1, 2, 3, 4. 1 en 2. En dan doen we die weg. Ja, kijk, dat werkt wel. Waarom weet ik die niet? Stop, ik wil dat deze werkt. Hè? Dan zou je zeggen... Dat dit klopt. En dit klopt. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dit. En. Maar dit klopt nog steeds niet. Hè?
Ik sla deze oprecht even over. Ik sla die gewoon oprecht over. Die maakt mij zo dood. 1, 2, 3, 4. Oké, die moet 1 zijn. Dus dan moeten we eigenlijk vanuit gaan dat dit hem moet zijn. Dat is heel makkelijk. Doe je dat zo? Ja. What the fuck? Oh my god. Jezus. 1, 2, 3, 4. Nee, ik denk niet dit. Ik denk meer zo. En dan hebben we 1, 2, 3, 4. Zo. En dan hebben we... Wow, yo, deze is lastig. Holy shit. Oké. Okay. Oh, het wordt alles maar gekker. Het wordt al... Oh, ik bemis deze ook gewoon. 2. Dus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat is niet goed. Dus doen we het via het midden. Ja! Dus 1, 2, 3. Ah, dit is 2. Had ik niet gezien. Lol. 1, 2, dus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat is 5. Yo, waarom heb ik deze nog steeds niet? Het duurt zo lang. Ik ben al 40 minuten bezig. Niet met deze alleen, maar gewoon met heel de map. What the fuck? What the fuck? Ik wil deze hebben, gast. Echt, wat de hel. Oh mijn god. Oh mijn god. Het is een oh, maar dit had ik net toch in het andersom? Jezus. Jezus, ik heb hem eindelijk. Nou, dat duurde echt heel lang. Nou, dan gaan we naar deze toe, want hier word ik ook echt blij van. 1, 2, 3, 4. Nou, dan doen we 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Oh, deze is eigenlijk best wel makkelijk. Ja, nu ik logisch nadacht, dacht ik, oké. Okay, deze moet sowieso die kant op. Dus is het 1, 2, 3, 4. Nou, dan kan die dan alleen maar hier en die daar en die heb ik easy. Oké, okay. Ik denk dat dit 1, 2, 3, 4 wordt. Dit 1, 2, 3, 4. En dan 1, 2, 3. Nee, dat is hem niet. Nee, dat is hem niet. Dat is hem sowieso niet. Ik denk dat sowieso cyan altijd een blokje nodig heeft. Als in, wat is daar? Cyan en geel worden aangeraakt. Oké, okay. Zo dan. 1, 2, 3, 4. Wacht, heet het? Dit is 16. Oké, okay, ik moet alle ruimtes gebruiken sowieso, want ik heb 4 bij 4 is 16 en ik heb 4 opties. En dat is daar exact hetzelfde geweest. Oh, ik mis hierheen. Oh, hierna kunnen we eindelijk hier voorbij. Maar wanneer eindigt het echt? Wanneer eindigt dit echt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja! Oh! Gelukkig, ik heb hem. Ik ging gewoon weer nadenken. Oké, okay, weet je, hier doe ik gewoon 1, 2, 3, 4 en dan... het is gewoon eigenlijk een kwestie van proberen. Damn, oké. Okay. 1, 2, 3. Oké, dit moet 2 zijn, dus 1, 2, 3, 4. Dit moet 2 zijn, dan wordt dat. Dus dan wordt dit 1, 2, 3, 4. En in de totaal wordt... wacht even, is het dan niet gewoon dit? Ja! Want 4 plus 4 plus 4 plus 3 is dat getal wat ik niet weet uit mijn hoofd. Nou, we gaan weg. Holy shit, maat. Hoe lang gaat deze nog door? Daar is het einde. Oh mijn god. Oké, okay, wacht. We gaan het afmaken. 1 hier. 1 daar. Dan moet dit bij elkaar worden 4. En dit bij elkaar wordt 4. Dan hier los van elkaar. Oh, wacht. Nee. Want we moeten die hoekjes niet doen. En die. Nee, wacht. Wacht. Die drieën moeten sowieso, denk ik, zo. Anders kan ik het niet doen. Dan doe ik het zo. Ja, let's go! Oké, en dan hebben we hier... What the fuck? 9? Jezus! Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké. En 1, 2. En dan heb je die 3. Ja, wow, yo. Oké. Nou, als je logisch nadenkt, dan kom je er wel. Oh, Jezus. Oké. Dit moet 3 van R zijn. Oké, ja. En dit moet 3 zijn van... geplaatste blokken. Dus dit moet 3 zijn. Van oké, okay, dit moet sowieso een blok zijn. Want dan is dit 3. En dan dit zo. En dan is dat denk ik. Dan moet even kijken. Moet deze connecten met elkaar? Dat doen we dan denk ik zo. En dan doen we dat zo. En dit is dan nu 6, denk ik. Hè? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat wordt 6. Oké, okay, dit moet 3 zijn. Dus dan moet dit geplaatst worden. Dit geplaatst worden. En dan moet dat zo. Dan heb je hier ook 3. Dan moet dit geplaatst worden. En doe je dat zo. Dan heb je 1, 2, zo. Ja, hoi. En wat is dit in godsnaam? Oké, 6. Oké. Sign gaan we plaatsen, denk ik. Weet ik niet, denk ik.
Oké. Dit moet sowieso 1 zijn. En dat mag niks op geplaatst worden. Hier ook. Dus doe die. Nou, trouwens, hier moet een 3 veroorzaakt worden. Dus zo, zo en zo. En er zit 3. En er zat zoveel. Even kijken. Oh, hier mag. Oh, die mag terug, terug, terug. Oh shit, ik snap het al. Ik snap het al. Dit moet juist geen blok zijn. En dat wel. Dus dan moet dit weer even weer omringen. Ja. Dat moet sowieso een blok zijn. Nou, trouwens, dat weet ik niet. We moeten even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, dan zo. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan zo. Ja, dit is lastiger. Ja, dit is lastig, ja. Nee! Ah! Is 4, is 5, is 6. Fuck. Oh, ik snap het al. Dit is... Oh, joh. Oh my god, what the fuck? Maar... Oh, ik ben zo dom. Als ik dit 3 doe, en ik doe dit juist... What? The fuck? Wacht, kan er een brug ontstaan worden door daar... Wacht, laten we die eerst maar even doen daar. Oké, snel. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, 1, 2, 2, 3, 4. Dus dit is 5. Dit is ook 5. Dit is ook 5. Wel, ik kan al soort van naar de overkant. Oh! Dit is wat ik hier ook heb. Wacht, moet ik dan precies dat mimiken aan de andere kant, maar dan op dat bord? Dus hierboven moet sowieso een blok in het midden, toch? Ah, oké, ik heb even lekker avond gegeten, dus ik hoop dat ik nu even meer een fresh mind heb. Maar echt, ik heb zo geen idee. Oké, we gaan het gewoon even opnieuw proberen. Nou weten we dat dus dit eentje empty moet zijn. Dus dit moet zo. Dan moeten wij, ja, even kijken. Deze moet eigenlijk ook zo, zou je zeggen. Maar die 3, ja, dat red je nooit meer. Wacht. Dus... Hè? Nee! Ik word hier zo gek van! Alles is zo logisch. Alles is zo'n logica. Maar deze is gewoon niet logisch. Ik snap hem niet meer. Ik snap hem niet meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waarom is dat niet goed dan? Moet ik het dan zo doen? Zo dom! Ik ben zo verschrikkelijk dom! Ik ben niet gemaakt voor deze shit. Oh! Waarom dacht ik niet eerder om... Oké, dus ze mogen niet connecten met elkaar. Oh my god, ja, ik ben er klaar. Wacht, hè? Wacht even. Wacht. Er is iets met die puzzel hier. Oh, dit is veel moeilijker dan ik dacht. Deze is veel moeilijker dan ik dacht. Nee, 1, 2, 3, 4, 5 zou je zeggen, hè? Maar nee, dan doen we het juist zo. Dan is het 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dan doen we die 1, dan is het 2, en dan is het 3. Dus doen we 1, 2, 3, 4. En dan is het 1, 2, 3, en dan is het 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9. Oh my god. Deze is zo verschrikkelijk. Dat die ook gewoon ons op een verkeerde tuin leiden, hè. Ik heb het gedaan. Ik heb 1 part heb ik gedaan. Oh. Oh my god. We hebben het gedaan. Naar de volgende aflevering gaan wij naar Weathered Warehouse. Ik zie je bij aflevering 2 van The Terrace. 2 worlds. What the fuck is this? Ja, kijk! Thinking out of the box! Ik heb een piemel, ik heb een piemel! Ja, lijden als in huilen. Well, this is certainly very interesting.